Ja, volgens mij zijn de meeste mensen inmiddels wel ingelogd. Goedenavond allemaal, mijn naam is Marian Noordhuis en welkom bij dit webinar. Essentiële kennis voor de geboorte van je veulen. En vanavond zullen onze drie sprekers jullie meenemen, zodat jullie goed voorbereid zijn op de bevalling van je merrie. Nou, waar gaan we het vanavond allemaal over hebben? Ten eerste, leuk dat jullie er zijn. En leuk dat jullie zo enthousiast zijn om met ons mee te kijken, zodat ook jullie goed voorbereid zijn om de geboorte van jullie veulen. Zoals jullie zien is de openbare chat afgesloten en kunnen jullie je vragen dus ook stellen in die privéchat. Mijn naam is Marielle Noordhuis en ik werk voor de Animal App al ongeveer 3 jaar. En naast dat ik voor Animal App werk, ben ik ook heel erg betrokken bij de dierensector. We hebben zelf wat Shetlanders, wat konijnen, wat kippen. Maar we hebben ook elk jaar 10 veulentjes bij dat KWPM Merries en ook bij de Shetlanders. Ik weet ook als geen ander hoe spannend het is, toch elke keer weer. Om te zorgen dat je veulen gezond ter wereld komt en dat jij er alles aan kunt doen om dat zo goed mogelijk voor te bereiden eigenlijk. Vanavond zijn er dus drie sprekers die jullie daar wat meer over gaan vertellen. Allereerst zal paardendierenarts Iris van Gulik jullie wat vertellen over de geboorte zelf, hè, dus over de verschillende fases en wat je kunt verwachten. Daarnaast zal Frederik Dijkstra van Birth Alarm jullie wat vertellen over de Birth Alarm, hoe dat werkt, zodat jij ook zeker weet dat je bij de geboorte aanwezig bent en dat je er dus ook alles aan kunt doen om je veulen de juiste start te geven. En als laatste is paardendierenarts Merel Dierks bij ons aanwezig. En zij zal wat meer gaan vertellen over: ik heb mijn merrie verloren, of mijn merrie accepteert het veulen niet. Wat kan ik dan doen? Dus zij gaat ons wat vertellen over pleegmerries. Nou, wie wij zijn, ik heb mezelf natuurlijk al kort geïntroduceerd, maar we zijn natuurlijk met een groot team achter Animal. Mij zie je dus op de foto staan en naast mij de Saskia Luttighold met de kat op schoot. En daarachter zie je Bente staan, Emiel, Marinja en sinds kort is ook Noortje bij ons team aangesloten. Dus we doen het zeker niet alleen en met het hele team staan we er eigenlijk voor om dierwelzijn en diergezondheid te verbeteren. Wat is dan eventjes Animal? Nog heel kort, voor de kijkers die ons misschien nog niet kennen. Animal is eigenlijk een gratis appje op je telefoon waarin je alles kunt bijhouden van al je diersoorten. Hier zie je bijvoorbeeld een lijst van mijn paarden waarin ik alles van bijhoud. Je kunt je dierdetails daar ook in bijhouden. En ook gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een dekdatum, geboortedatum, vaccinatie, dierenartsbezoekje. Ja, alles kun je eigenlijk bijhouden in de gratis app. En natuurlijk, ik denk dat jullie het allemaal wel voorbij hebben zien komen. En misschien zijn de meesten ook juist wel ingelogd om mee te gaan doen met deze winactie. Je kunt een Birth Alarm winnen, inclusief anti-rolsingel, ter waarde van meer dan 1000 euro. Dat zal zijn in het stukje waarin Frederik zijn presentatie zal gaan doen. Dus blijf allemaal kijken. Er gaat straks een pop-up in het beeldscherm komen waarin je e-mailadres en naam kunt achterlaten. En dan kun je meedoen om te winnen. En aan het eind van het webinar zullen we dan ook de winnaar bekend gaan maken. En dan wil ik heel graag alvast de eerste spreker naar voren halen. Iris. Als jij je microfoon en je camera aan wilt doen, dan geef ik nu het woord aan jou voor de eerste presentatie. Ja, goedenavond. Nou, super bedankt voor de uitnodiging. Echt ja, weer een leuk onderwerp om over te vertellen vanavond. Ik zal ook beginnen met mezelf eventjes voor te stellen natuurlijk. Ik ben Iris van Gulik en ik ben ondertussen al 15 jaar paardendierenarts. Ja, ik word ook al een beetje oud natuurlijk, dus al een hele lange tijd. En als paardendierenarts vind ik het super belangrijk dat we gezondheidsproblemen bij paarden voorkomen. Dus niet alleen maar genezen, maar ervoor zorgen dat ja, problemen eigenlijk niet ontstaan of als ze ontstaan veel eerder herkend worden. En dat doe ik door mijn kennis te delen en dat doe ik op mijn Instagram-kanaal. En mijn Instagram-kanaal is @paardendierenarts_irisvanhulik. Ondertussen heb ik daar heel veel volgers en dat is hartstikke leuk, want dan kunnen we op die manier heel veel paarden helpen. Nou, daarnaast kun je me misschien kennen van de Paard en Gezondheidspodcast. En dat is een podcast waar we het dus over, ja, je raadt het al, paardengezondheid hebben. En dan hebben we elke week een aflevering en vertellen we dus heel veel over, ja, problemen bij je paard. Dus luister die ook vooral. En wil je meer lezen over mij of over de dingen die ik doe, dan kun je op mijn website kijken. Hieronder zie je de link staan. En nog één dingetje wat ik heel graag wil vertellen is dat ik ook online cursussen geef voor paardeneigenaren. Ondertussen hebben we al ja, rond de 700
paardeneigenaren geholpen met een cursus. Die gaan ook over veulentjes. Dus daar wil ik het dadelijk ook nog eventjes over hebben. Want ik denk dat het super belangrijk is dat je goed voorbereid bent op het moment dat je een veulentje krijgt. Ja, want super belangrijk dat je er dus echt goed klaar voor bent. En klaar ervoor betekent dat je ervoor zorgt dat je merrie echt de gehele dracht eigenlijk voldoende vitamine en mineralen binnenkrijgt. Dus niet alleen het laatste deel. Er wordt natuurlijk heel vaak gezegd van we geven het laatste deel alleen maar merriebrok. Maar we willen dat de gehele dracht voldoende vitamine en mineralen in je merrie gaan. Want dat helpt voor problemen van je veulen en ook voor je merrie te voorkomen later. Ik wil niet zeggen dat je dan heel veel kilo's merriebrok moet gaan scheppen. Want veel merries en ook veel drachtige merries zijn veel te dik. Maar wel dat je de vitamine en mineralen op de juiste manier aan moet vullen. Dus dat is een van de dingen waar je echt rekening mee moet houden en die heel belangrijk is. Daarnaast is het heel belangrijk dat je de merrie vaccineert 4 tot 6 weken voordat het veulentje geboren wordt. Om dan ervoor zorgt dat de antistoffen in de biest hoog zijn en je veulentje die dus ook meteen meekrijgt eigenlijk. En dan willen we ook dat je merrie ontwormt voordat het veulentje komt. Zodat je veulen in een zo schoon mogelijke omgeving terechtkomt. Dus ongeveer 1 tot 2 weken voordat het veulen komt, de merrie nog ontwormen. Ook dat zeker niet vergeten. En er zijn nog veel meer dingen om rekening mee te houden. Ik kan ze vanavond niet allemaal noemen. Maar wil je je merrie laten veulenen en wil je dat dan buiten of wil je dat op stal doen? En als je het op stal doet, is je stal wel groot genoeg? Want het is heel belangrijk dat je merrie eigenlijk zelf de weg kan zoeken, een keer kan gaan staan, kan gaan liggen. Daar moet wel voldoende ruimte voor zijn, want anders dan kan het dat er iets misgaat bij de bevalling. Gewoon omdat ze te weinig ruimte heeft om te bewegen. Dus heel belangrijk dat je daar rekening mee houdt. Nou, daarnaast, als het op stal gebeurt, zorg dat je stal echt heel schoon is. Dat de wanden goed ontsmet zijn. Maar dat je daarnaast ook, als je je wanden ontsmet hebt, ze daarna weer netjes schoongemaakt hebt. Want het eerste wat je veulentje doet, is natuurlijk alles gaan aflebberen als hij geboren is op zoek naar het uier. Dan wil je niet dat er verkeerde stoffen binnenkomen eigenlijk. Nou, zorg dat je merrie veulent op een box met veel stro. Vind ik veel fijner en veel mooier voor het veulentje dan bijvoorbeeld vlas. Want dat zit altijd overal helemaal aangeplakt. En als je dat doet, dan wil je dus ook dat je merrie gewend is aan stro. En niet dat ze zich de eerste dag een strokoliek eet. Want dan heb je daar weer een groot probleem mee. Het alarmsysteem. Vanavond geven we natuurlijk een beurtalarm weg. Maar zorg dat je die in huis hebt. Zorg dat je die getest hebt. Dat je ook zeker weet dat het werkt. Dat je merrie ook niet... De singel doen ze niet zo snel af, maar als het bijvoorbeeld aan het halster zit, het halster af kan doen. Want ja, dan mis je gewoon de geboorte en dat zou echt super vervelend zijn, vooral als het misgaat natuurlijk. Zorg ook dat je een camera in huis hebt, zodat je kan zien wat er gebeurt 's nachts. Dat je niet 100 keer je bed uit moet. Want ik kan je 1 ding vertellen, de 101e keer is degene dat er dan wel het veulentje komt en dat jij denkt van ik slaap nog even verder. Zorg dat je veulenkit compleet is, dus dat je alles bij de hand hebt voor als het veulentje geboren wordt, dat je weet waar je iets moet pakken, wat je nodig hebt. En ik had het er al over, mijn veulencursus. Het is heel belangrijk dat je mijn veulencursus hebt gedaan en hebt afgerond. En dat je op die manier dus je eigenlijk precies weet wat je wel, maar ook vooral niet moet doen als je veulen geboren wordt. Zodat je in kan grijpen als het nodig is en ook precies weet hoe je in moet grijpen. Dus allemaal dingen om rekening mee te houden en nog eventjes te doen voordat je veulen komt. En ik heb een cursus, maar ik heb ook een veulen checklist. En in die checklist kun je ook eventjes goed kijken van heb ik nou alles wel gedaan en heb ik alles voor mekaar eigenlijk. Nou, die checklist die is gratis, want ik help natuurlijk heel graag heel veel mensen. En die kun je dus downloaden op mijn website. Dus maak even een foto van dit adres en zorg dat je daar even je e-mail invult. En dan stuur ik hem natuurlijk naar je toe. En dan heb ik ook nog een filmpje voor jullie. Weer dracht, weer een
nieuw veulentje aan, is de bedoeling. En ik hoop natuurlijk net zo goed als dat jullie hopen bij jullie eigen merrie, dat het bij mij ook allemaal goed gaat. Je hebt redelijk veel zelf in de hand, maar natuurlijk ook niet alles. Dus ik heb ook niet alles in de hand als dierenarts. Dus we duimen dat het weer gezond wordt dit jaar. Ja, en dan is natuurlijk altijd de vraag van wanneer gaat je merrie nou veulen, hè? Dat is, ja, je kunt er wel 100 keer onder kijken. Om te kijken of het veulen al komt. En het altijd nooit exact in te schatten, zeg maar. De spreiding is ook heel groot bij paarden. Tussen de 320 en de meer dan 365 dagen. En die meer dan 365 dagen is dus ook meer dan een jaar. Vooral oudere merries of merries vroeg in het seizoen willen nog wel eens zo lang dragen. En ja, dan zit je echt heel lang te wachten. Je ziet dat er echt een spreiding van meer dan 45 dagen is eigenlijk. En dat is echt wel heel lang als je 45 dagen lang elke nacht je bed uit moet. Dus het is belangrijk om goed je merrie in de gaten te houden. Wat ook heel belangrijk is om te weten, is dat je veulentje bepaalt wanneer je eruit komt. Dus die bepaalt echt van, ben ik klaar om geboren te worden? Ben ik genoeg ontwikkeld? Ben ik groot genoeg? Ben ik er klaar voor? Kan ik eruit? Dus dat betekent ook dat je nooit de geboorte mag opwekken. Als je de geboorte opwekt, dan zul je zien dat de merrie een veulentje geeft dat er eigenlijk ja, nog niet klaar is. We noemen die dan prematuur, dus te vroeg geboren eigenlijk. En die kan allerlei klachten laten zien. Dus het is heel belangrijk om je merrie gewoon de gang te laten gaan. Ook als ze meer dan een jaar draagt. Gewoon wachten, het veulentje komt echt vanzelf. Dus ja, wel een dingetje waar het soms nog op misgaat. Dat mensen echt zeggen van ja, maar hij moet er nu uit, want het duurt te lang. Nou, zeker niet doen. Hij komt echt vanzelf een keer. Ja, en waar let je dan op? Heel belangrijk om te letten op de signalen van je merrie. Met de signalen van je merrie bedoel ik dus om te kijken naar het uier. Je ziet het op deze foto al. Deze is mooi aan het harsen. Meestal als dat gebeurt, duurt het niet zo heel lang meer voordat je veulentje komt. Maar kijk elke dag even onder dat uier wat er gaat gebeuren. Hou er rekening mee dat het veel scheelt of je een jonge of een oude merrie hebt. Als je een jonge merrie hebt, dan kan het dat er nog niks met het uier aan de hand is en dat er wel ineens een veulentje bij loopt. Een oude merrie zal het beter laten zien. Die zal beter opuieren. Die zal ook waarschijnlijk wat melk laten lekken. Dus dat zeker in de gaten houden. Nou, daarnaast heb je de banden. En heel veel mensen zeggen dan, ja, waar moet ik dan op letten? Nou, we hebben het dan over de bekkenbanden eigenlijk. En waar je het beste kan kijken is vooral naast de staart. Je zult zien dat die ja, echt begint in te vallen op die plek. Die banden moeten slapper worden, weker. Omdat zo'n veulen natuurlijk eruit moet kunnen. En dat bekken dan een beetje moet kunnen bewegen. Dus het is heel belangrijk dat die banden weg aan het vallen zijn. Dus dat is ook een van de tekenen. Hoe dichter je bij de partus komt, dus dat de bevalling gaat beginnen, hoe meer die banden weggevallen zijn. Daarnaast kijken we ook naar de vulva. Dus elke dag even onder de staart kijken. Wat je sowieso wil checken is of er geen uitvloeiing uitkomt. Je wil niet dat er gele uitvloeiing uitkomt. Je wil ook niet dat er al bloed uitkomt. Dat hoort allemaal niet voordat je merrie gaat veulenen. Dus daar wil je op letten. En je wil erop letten hoe die vulva eruit ziet. In de zin van, hij is eerst opgekrompen. Dus hij zit een beetje zo in elkaar gefrommeld. En hoe dichter de partusdatum nadert, hoe langer die gaat worden. Dus hoe slapper die wordt. Ook dat gebied wil je natuurlijk dat het lekker slap wordt, zodat zo'n veulentje er makkelijker uit kan. Ja, en dan de geboorte. Super mooi natuurlijk, maar ook echt heel spannend. Je ziet hier op de foto zie je een veulentje met zijn tongetje naar buiten. En dat is eigenlijk wat we willen. Want dit veulentje is heel fit en die heeft dus zo'n tongetje al naar buiten en die is op zijn eigen lippen aan het zuigen. Zo sterk is die zuigreflex. En ja, dat is wat je graag ziet, want je wil natuurlijk dat zo'n veulen, zodra het geboren is, eigenlijk op zoek gaat naar het uier en ook meteen ja, lekker gaat drinken. En wat belangrijk is, is om te weten, is dat de geboorte uit drie verschillende fases bestaat. Je hebt de contractiefase, de uitdrijvingsfase en daarna komt nog de nageboorte, dus de nageboortefase eigenlijk. En we beginnen met fase 1 natuurlijk. Dat is de contractiefase. Hoe je dat moet bekijken is dat het veulentje in een hangmat ligt. Zoals je ook op dit plaatje ziet. Ik zal het even voorproberen te doen. Niet te hard lachen. Maar het veulentje ligt zo in de hangmat. En daar is de uitgang. En wat je wilt is dat het veulentje helemaal gaat draaien.
en dan met zijn beide beentjes naar voren komt te liggen en dan op die manier uit de merrie gaat. Je kunt je voorstellen dat dat nog een heel ingewikkeld iets is met zulke lange benen. Daarom neemt die merrie daar ook tijd voor. Die merrie gaat het föhntje een beetje helpen met staan en liggen om hem op die manier in de juiste positie te positioneren. In die tijd ontsluit ook de baarmoedermond, dus die baarmoedermond wordt wijder, waardoor zo'n föhntje er dus ook makkelijker uit kan. Die fase duurt ongeveer enkele uren. Soms zie je echt heel duidelijk aan je merrie dat ze daarmee bezig is. Soms zie je er niet zoveel aan en staat er ineens een veulen achter dat je denkt, ja, maar hoe kan het nou? Dus belangrijk om heel goed in de gaten te houden, want ik adviseer altijd om er zeker bij aanwezig te zijn als je veulen geboren wordt, omdat je in kan grijpen dan als er iets misgaat. Nou, die signalen die je ziet in die eerste fase zijn bijvoorbeeld dat je merrie wat minder wil eten. Dus je bent eraan het voeren en je ziet dat ze toch ja, eigenlijk niet zo lekker op te eten aanvalt als normaal. Ze kan ook wat onrustig worden of wat nerveus. Ze kan gaan liggen en gaan staan en gewoon een beetje bewegen. Ze kan ook naar de buik kijken en gaan trappen naar de buik. Dat ze echt wel aangeeft van ja, er gebeurt daar iets. Het is niet fijn, het doet ook wel pijn. Ze kan haar staart omhoog doen en wat extra gaan plassen wat vaker. Dus kleine plasjes doen. Allemaal belangrijke signalen in die eerste fase. Als je dat ziet, dan zal je föhntje waarschijnlijk snel komen. Maar je moet één ding rekening mee houden. Dit zijn ook signalen die je kan zien bij een merrie met koliek. En het is natuurlijk wel heel belangrijk om die twee van elkaar te onderscheiden. Want als je merrie gaat föhlenen, hoef je wat mij betreft niet meteen de dierenarts te bellen. Maar als je merrie koliek heeft, dan is het wel heel belangrijk. Dus hou dat heel goed in de gaten. Van wat is er nou precies gaande en moet je daarvoor je dierenarts bellen of niet? En dan heb ik nog een ander. Die goed zijn op de juiste weg. En dan zijn we dus begonnen aan de uitdrijfase. Nou, dat is dus die fase dat het water gebroken is. De merrie ligt meestal, dat is ook het fijnste. Want als je merrie ligt, kan je veulentje ook niet van heel hoog naar beneden vallen. Die merrie ligt flink te persen waarschijnlijk. En het eerste wat je ziet, is dus die witte pootjesblaas. Daar zitten de voetjes in, de voorbeentjes. En naast de voorbeentjes, of op de voorbeentjes, komt het neusje. Nou, belangrijk om die drie in ieder geval een beetje gezien te hebben als eerste. Als je dat gezien hebt, dan weet je dat de kans groot is dat het eigenlijk wel goed gaat komen. Je veulentje ligt dan op dat moment goed. En die zal er waarschijnlijk, als jij gewoon rustig blijft kijken, uitgeperst worden door de merrie. Nou ja, na de been en het hoofd komt ook de borst natuurlijk. En die fase, die uitdrijvingsfase, duurt gemiddeld tussen de 10 en de 20 minuten. Je wil ook niet dat het veel is, want dan kan het dat het ja, minder goed gaat eigenlijk van binnen. Dus belangrijk om ook te timen. Zodra het water breekt, kijk even op je klok, zodat je weet hoe laat het is. En dat je ook weet of het niet te lang gaat duren. Wat belangrijk is, is dat de achterbenen vaak nog even in de merrie blijven liggen. Die mag je gewoon laten liggen. Hoef je niet meteen aan je veulen te gaan sleuren. Laat ze gewoon lekker aan elkaar wennen en lekker met rust. De navelstreng die gaat vanzelf breken zodra je veulentje ja, probeert op te staan of zodra je merrie in de benen komt. En we willen ook altijd dat zo'n veulentje nog even aan de navelstreng ligt. Dus laat ze gewoon lekker zo liggen. Wat belangrijk is dat je als eerste ziet, is dat het veulentje zijn hoofd optilt en dat hij eigenlijk lekker ja, fit van zich afkijkt. Dat is wat je wil en dan ben je als fokker natuurlijk hartstikke blij. Wat belangrijk is bij de hulp, ik zei het al, normaal is er geen hulp nodig bij de geboorte. Je gaat rustig kijken om een hoekje heen, je stoort ze niet en je kijkt gewoon of alles goed gaat. Hier zie je ook heel mooi op die plaatjes dat er eerst de witte pootjesblaas komt. Nou, er zijn twee beentjes en een neusje en dan redt de merrie zich vanzelf wel.
Nou, en wanneer moet je nou je dierenarts bellen? Een heel belangrijk moment om te bepalen. Als je uitdrijvingsfase langer dan 20 minuten duurt. Dus als het langer dan 20 minuten duurt nadat het water gebroken is. En ook als die uitdrijvingsfase langer dan 5 minuten stagneert. Dus als je merrie heel flink aan het persen is en je ziet bijvoorbeeld het eerste stukje van de neus. En na 5 minuten heb je nog steeds dat eerste stukje van de neus. Dan kan het dat het te lang gaat duren. En dan wil ik dat je ingrijpt door zelf te helpen of de dierenarts te bellen. Het beste is meestal om allebei tegelijk te doen. Wanneer nog meer? Als je één been te weinig hebt. Dus als je maar één beentje hebt in plaats van twee. Als er geen hoofd bij komt. Als er niks komt. En natuurlijk altijd als je twijfelt. Kijk, ik kan nog wel 50 dingen nu opnoemen, maar die ga je niet onthouden. Maar altijd als je denkt, gaat dit wel goed? Dan is het heel belangrijk dat je dus je dierenarts belt. Hier in dit grafiekje kan je ook zien dat zodra de uitdrijving langer dan 40 minuten duurt, dat er echt veel meer veulentjes of doodgeboren worden of doodgaan na de geboorte. Dus daarom adviseren we ook altijd om na 20 minuten te bellen. Voordat de dierenarts er is, zijn we ook zeker een kwartier verder, afhankelijk van waar je woont. Dus de boodschap is echt bel op tijd. Dan kun je in ieder geval ingrijpen wanneer dat nodig is. Want ja, soms is er gewoon hulp nodig. En het is heel belangrijk dat je dus weet wat je zelf kunt doen. En daarom heb ik ook die online veulencursus ontwikkeld. Om mensen te leren van wat moeten ze nou doen als ze op de dierenarts wachten. Kun je zelf ingrijpen? Wat moet je met je merrie doen als je wacht? Superbelangrijke dingen, want het is gewoon een levensbedreigende situatie. Als het tijdens de geboorte niet gaat zoals het moet gaan. Dit gebeurt gelukkig niet heel vaak. Maar wel bij... minder dan 5% van de geboortes, dat het op die manier toch misgaat. Je ziet hier ook twee foto's van een merrie die het veulentje er niet af kan krijgen. Bij de ene is die merrie getakeld. Dat betekent dat ze met de voorkant omhoog ligt en de achterkant laag, zodat de dierenarts het veulen goed kan leggen. Ik sta daarbij in dat groene hesje als stagiaire. En de onderste zie je ook dat er een keizersnede plaatsgevonden heeft. Zulke dingen gebeuren gewoon. En het probleem is altijd bij merries als die aan het veulen zijn, dat die echt super hard aan het persen zijn. Dus er komt heel veel perskracht bij kijken. En dat betekent ook dat het veel lastiger is om alles netjes goed te leggen en zo. Het is echt heel anders dan bij koeien bijvoorbeeld. Dus heel gevaarlijk voor merrie en voor veulen als het niet gaat zoals het moet gaan. En ik hoop natuurlijk dat ik je niet te bang gemaakt heb, want het is ook echt heel mooi. Dus één ding wat ik je zeker mee wil geven als je een veulentje krijgt, is vergeet ook niet te genieten. Want dat is het allerbelangrijkste. Het is echt een hele mooie gebeurtenis. En dat was mijn verhaaltje. Ik zag hem inderdaad. Dankjewel Iris. Bedankt voor je presentatie. Ik denk ook heel praktisch, hè, ook met de video en de afbeeldingen, dat je nu wel een goed beeld hebt van... hoe dat eruit kan zien als jij straks als kijker je eerste veulentje verwacht. Ik zie ook in de chat dat er al enorm veel vragen worden gesteld. Heel veel dank daarvoor en vooral blijven stellen als er nog iets in je opkomt. Doordat er zoveel vragen zijn, kan ik helaas niet beloven dat alle vragen nu ook tijdens het webinar beantwoord zullen worden. Maar mocht er nou echt een belangrijke vraag zijn die nog niet is beantwoord, zal ik straks ook aan het einde nog weer halen. Dan kun je die ook altijd nog eventjes naar ons toe mailen. Voor nu had ik er al eventjes twee vragen uitgepikt, Iris, die ik zelf ook wel interessant vond om nog te weten. En de eerste vraag die gaat om dat een oplettende kijker soms al bandages om de staart heeft gezien, zoals nu ook bijvoorbeeld in de afbeelding. Moet dat en waarvoor dient dat eigenlijk? Ja, niks moet. Maar als je ziet dat je merrie gaat veulenen en niet als ze al helemaal bezig is, want dan wil je er niet meer daarmee storen. Maar als je denkt van ze wordt toch wel wat onrustig en het kan zo gaan gebeuren, is het inderdaad een goed idee om een staartbandage erin te doen. Eén, het is schoner. Dus het veulentje komt niet in een vieze staart waar allemaal poep en zo soms in zit. En twee, wat ik nog belangrijker vind, je kunt gewoon echt goed zien wat er nou precies gebeurt. Dus je hebt er veel meer zicht op eigenlijk. Dus als je die mogelijkheid hebt, dan doe het. Maar niet als je merrie het spannend vindt. Want als je een jonge merrie hebt, dan kan ik me ook wel voorstellen dat ze dat niet fijn vindt. Je moet ze er echt geen stress door laten krijgen. Want dan rem je juist het geboorteproces. En dat is wat je absoluut niet wil.
Ja, heel duidelijk antwoord, denk ik. En dan was er nog een andere vraag. Je hebt het op een gegeven moment over de tijd eigenlijk van de dracht. Hè? Dat het heel lang kan duren eigenlijk voordat je veulentje geboren wordt. Zie je dat ook vaker bij merries, dat er een soort trend is? Als ze bijvoorbeeld altijd 4 weken overdragen, dat ze dat dan vaker doen? Of hoe zit dat precies? Ja, je ziet toch wel dat het per merrie ongeveer gelijk is. Dus het is wel heel fijn om te noteren hoe lang je merrie erover gedaan heeft, de dracht ervoor. Of als je een fokmerrie koopt en hij is van iemand geweest en die heeft er al 5 veulens mee gefokt, dat je zegt van ja, wat doet ze eigenlijk altijd? Biedt dat garantie? Nee, zeker niet. Maar we zien toch wel dat het vaak overeenkomt. Dus ik zou er zeker naar vragen en er zeker op letten als ik jou was. Top Iris, dankjewel in ieder geval voor zover. We zien je straks nog eventjes terug aan het einde van het webinar. Dan hebben we nog eventjes een Q&A met alle 3 de sprekers. Maar bedankt voor nu in ieder geval. Oké. En dan ga ik nog eventjes door, want we hebben natuurlijk nog 2 andere presentatoren die vanavond jullie wat gaan vertellen. En nu is het ook tijd om eventjes op te gaan letten. Want dit is het moment dat ik zo meteen een pop-up laat zien. Waarin je zowel je naam als e-mailadres kunt invullen. En dan kun je dus kans maken op die beurtalarm. Als Frederik zo meteen zijn presentatie gaat starten, dan zal ik zorgen dat de pop-up in beeld verschijnt. En dan kunnen jullie allemaal kans maken dus op de beurtalarm. En dan nodig ik dus ook graag Frederik Dijkstra uit van Beurtalarm om zijn verhaal te vertellen over het product en hoe je het gebruikt en wat er nou eigenlijk zo handig aan is. Ja, goed. Dankjewel, Marjan. Ja, ik ben Frederik Dijkstra van Beurtalarm. Werkzaam ben in Gallagher Europe. Als productmanager, Gallagher Europe is het bedrijf waar Beurtalarm onderdeel van is. Daarnaast mijn werkzaamheden bij Beurtalarm ben ik ook paardenhouder slash liefhebber. Op dit moment hebben we zelfs 3 drachtige merries thuis in gaan veulen. 2 Arabieren en 1 Friese stamboekmerrie. Dus een mooie mix van warm en koud bloed paarden. En ik maak ook altijd zeer dankbaar gebruik van de producten van de Beurtalarm, die mij toch een stukje extra rust geven tijdens het hele geboorteproces. Dat ik weet dat ik erbij ben als het moet. Waar gaan we het over hebben in deze presentatie? De dingen die ik met jullie bij langs wil gaan zijn het ontstaan van Beurtalarm. Hoe is Beurtalarm nu ontstaan? Waar komt het vandaan? Hoe is het en op welke ontwikkelingen hebben er plaatsgevonden de afgelopen jaren? Eigenlijk om het nog gebruiksvriendelijker te maken of makkelijker of veiliger, wat heel belangrijk is. Daarnaast wou ik nog met jullie kijken naar welke Beurtalarm is niet nou geschikt voor mij. Waar moet ik nou op letten als ik een Beurtalarm aan wil schaffen? Welke vraag moet ik mezelf eigenlijk stellen van tevoren? En daarnaast hebben we nog een Beurtalarm-model even toegelicht om ook even uit te leggen wat zijn de functies en wat is nu het Beurtalarm Premium Plus? Wat houdt dat in? En wat brengt dat mij ook? En daarna nog een stukje over onze camera's. Nou, allereerst, hoe is Beurtalarm ontstaan? Beurtalarm is ontstaan in voor 1992 is het uitgevonden en sinds 1992 op de markt. Beurtalarm is uitgevonden door een Nederlandse uitvinder. Die heeft eigenlijk de tijd genomen om te kijken van wat voor gedragssymptomen vertoont een merrie voor of tijdens het veulen. En de lering die hij daaruit getrokken heeft en waar hij ook waar ook de beurtalarm op ontwikkeld is dat een hoogdrachtige merrie, 90% daarvan, was in de totale zijliggingraad, en daarmee bedoelen we dat hij helemaal op zijn zij gaat liggen, met zijn beide benen gestrekt, op het moment dat hij gaat veulen, dus op het moment dat hij gaat persen. En daar is ook het principe van de beurtalarm op afgeleid. Dus op het moment dat de merrie perst, en een wee duurt ongeveer 7 seconden minimaal, gaat die beurtalarm een signaal sturen naar de ontvanger. Dat was destijds een wit kastje. En daar hebben we ook een klein videootje van hoe dat werkt. En die komt als het goed is. Nu. Even kijken. Dus dit is hoe de eerste beurtalarms werkte. De beurtalarm gaat op zijn kant. De merrie gaat dus in de totale zijligging liggen om te persen. En op dat moment wordt er een signaal verstuurd naar de ontvanger, waarna een alarmvang volgt. Nou, dat was bij 90% van de merries. Die vult dus in de totale zijligging.
een andere team en die rust niet in de totale zijligging. Dus die gaat misschien in de totale zijligging als die gaat veulen. Maar die rust gewoon liggend, zittend of staand. Je hebt ook een deel van de merries die rust wel in de totale zijligging. De andere 10%. En hiervoor is de slaapstand ontwikkeld. En wat doet de slaapstand? De slaapstand die registreert op het moment dat de merrie gaat liggen in de totale zijligging. En als de merrie dan overeind komt binnen 3 minuten, zal er een alarm volgen. Want dat betekent dat de merrie aan het persen is. Dat de merrie recht terug overeind komt om te rusten. Om zich voor te bereiden op de volgende perswee. En op het moment dat hij dus terugkomt, de perswee duurt maximaal 2,5 minuut. Binnen die 3 minuten weer recht komt. Zal er een alarm volgen voor de dat de merrie aan het veulen is. Dat houdt de slaapstand in. Voor dit, en dit is nodig voor merries die rusten in de totale zijligging 's nachts. Een andere ontwikkeling die heeft plaatsgevonden is dat we van een zender die enkel op de rug van de merrie gemonteerd kan worden, in een anti-rolsingel gegaan zijn naar een zender die ook aan het halster gemonteerd kan worden. En dit heeft als voordeel dat sommige merries het niet prettig vinden om een anti-rolsingel om te hebben. Die hebben daar last van, die vinden dat onprettig. Dan is er nu ook de mogelijkheid om het aan het halster te bevestigen. En dit kan zowel aan het halster als aan de anti-rolsingel, omdat andere mensen, zoals Iris net ook zei, sommige merries gooit halster af, het juist weer wel prettig vinden om een rolsingel op de merrie te bevestigen. Nou, en daarnaast is het nu mogelijk om niet enkel meer met een vaste ontvanger te werken, maar ook met een mobiele telefoon. En dit gaat natuurlijk steeds verder. Hè? De nieuwe Birdline Premium Plus, die ik straks ook nog even verder toelicht, is het zelfs mogelijk om via een app gealarmeerd te worden in plaats van een oproep op je mobiele telefoon. Nou, welke vragen moet ik mezelf nu stellen op het moment dat ik een birdalarm wil aanschaffen? En het zijn eigenlijk, er zijn nog meer vragen uiteraard, maar dit zijn eigenlijk de belangrijkste vragen waaraan je toch wel af kunt leiden. Welke birdalarm is nu geschikt voor mij? Een van die vragen is, wil ik de birdalarm bevestigen in een anti-rolsingel of wil ik de birdalarm bevestigen aan het halster? Dit hangt natuurlijk af van de merrie of van persoonlijke voorkeur van de eigenaar. En daarnaast is ook een belangrijke, een tweede vraag die dan gesteld zou moeten worden is van ja, wil ik een melding ontvangen op mijn mobiele telefoon of wil ik hem op een vaste ontvanger ontvangen? En tegenwoordig zien we toch dat heel veel mensen voor de mobiele telefoon gaan, want die is altijd, daar heb je altijd bij je, ook op het moment dat je in het land de andere dieren aan het controleren bent of net niet in huis bent, de melding komt op de telefoon altijd binnen. Een andere vraag die belangrijk is om jezelf af te vragen is met hoeveel mensen wissel ik de wacht af. En wat bedoelen we daarmee? Daar bedoelen we mee met hoeveel mensen waak ik. Dus hoeveel mensen zijn paraat om te gaan kijken bij de merrie. En de verschillende, je hebt daar verschil in tussen de verschillende modellen. De mobile en de light, die kun je maximaal met 2 mensen in de birdalarm programmeren die gebeld worden. Er zal eerst nummer 1 gebeld worden en als die geen gehoor heeft, zal doorgeschakeld worden naar nummer 2. Bij de premium kun je 4 mensen in de birdalarm programmeren. Dus als 2 niet opneemt, belt hij door naar nummer 3. Neemt nummer 3 niet op, belt hij door naar nummer 4. En als laatste hebben we dan Telegram. Dat is de app die we hebben. Die werkt met de birdalarm Premium Plus. En hier kun je net zoveel mensen in toevoegen als je zelf wilt. En dat zal ik zo nog iets verder toelichten bij de volgende slide. Deze gaat over de Premium Plus. Dit is ook het model wat we tevens deze avond weggeven. De Premium Plus die werkt, zoals hier ook staat, via een app. En dit is via de app Telegram. Dit is een soort WhatsApp met veel meer mogelijkheden. En die mogelijkheden houden bijvoorbeeld in dat de Telegram-app gepersonaliseerd is richting birdalarm. En dat op het moment dat je een alarm ontvangt, je ook in de app een simpel knopje hebt om het alarm uit te schakelen. Of een knopje om de slaapstand aan of uit te zetten. Dus de user interface, zoals we dat noemen, is in veel toegankelijker bij de premium. En Telegram biedt je ook de mogelijkheid dat op het moment dat het een alarm geeft, krijg je een notificatie op je mobiele telefoon. En die krijgt iedereen tegelijkertijd in de app. Bij de voorgaande birdalarm modellen werd alleen maar doorgeschakeld naar nummer 2 als nummer 1 niet opnam. Bij de Premium Plus krijgt iedereen deze melding. Dus degene die het dichtst erbij is, kan heel snel zeggen, ik ben bij de stal, ik ga direct even kijken. Dus het is niet alleen een manier om het alarm te ontvangen, maar ook nog om te communiceren met de anderen in de groep over wie bij de merrie gaat kijken.
De naast kan niet op het halster gebruikt worden. En is het mogelijk om de hoeken in te stellen. De beurtlaam is standaard een hoek ingesteld. Maar op het moment dat je merrie niet helemaal in de totale zijligging gaat, wil je dat het alarm sneller afgaat dan de standaard ingestelde hoek. En deze hoek kun je zelf personaliseren bij de beurtlaam Premium Plus. In het assortiment van beurtlaam hebben we ook twee camera's. Omdat het gewoon, omdat het belangrijk is, de beurtlaam die geeft je een stukje extra veiligheid. Dat je op het juiste moment bij de bevalling aanwezig bent. Maar geef je als paardenhouder ook een stukje rust. En met deze camera kun je die rust iets vergroten. Door op het moment dat je een melding krijgt, eerst rustig te kijken op de camera. Hieronder hebben we een voorbeeld van het beeld wat je ziet op de camera. De beurtlaam is bij deze merrie net afgegaan. En deze merrie is net na de eerste wee weer overeind gekomen om te rusten. En in dit specifieke geval hebben we ook de eerste 5 minuten op de camera gekeken. En daarna zijn we bij de merrie in het hok gegaan om haar ook een rust te geven. Dus dat was mijn bijdrage vanavond. Zijn er ook nog vragen? Ja, Frederik, je ziet het misschien niet nog in het scherm gebeuren. Maar ook in de chat zijn er heel veel vragen over de beurtalarm. En zijn er ook heel veel responses geweest op de winactie. Dit is de laatste kans voor iedereen om ook mee te doen. Nog eventjes een kleine reminder. Want als ik straks de volgende presentatrice aan het woord laat, dan stop ik de pop-up om mee te kunnen doen aan de winactie. Voor nu heb ik ook nog eventjes een vraag voor jou geselecteerd, Frederik, uit de vragen die alvast zijn binnengekomen. Ja. Hoe lang gaat zo'n beurtalarm mee? Dus als je hem aanschaft, hoe lang kun je er eigenlijk gebruik van maken? Goh, ja, de eerste beurtalarm classics, die draaien nog, weet ik. Dus 2023 min 31 jaar, denk ik. Dus ja, de beurtalarms gaan behoorlijk lang mee. De eerste classics draaien nog, dus 30 jaar plus is geen uitzondering voor het systeem. Oké, dus wel echt een investering ook voor de langere termijn. En heel goed om te horen. En dan heb ik nog één vraag. Eigenlijk, wanneer doe je nou zo'n beurtalarm om? En hebben de paarden er ook last van als je hem omdoet? Ja, ons advies is, en wat wij ook thuis altijd doen, is 2 weken voor de uitgerekende datum plaatsen wij de beurtalarm om. Mm-hmm. En bij ons hebben de paarden er geen zichtbaar last van of irritatie van. En mocht het wel zo zijn, dan kun je natuurlijk ook kiezen om de beurtalarm aan het halster te plaatsen. En dat is ook een van de redenen waarom we die optie hebben toegevoegd aan de beurtalarms. Top, ik denk een hele heldere uitleg, Frederik. Dank je wel in ieder geval. En ook jij zult zo meteen nog eventjes weer terugkomen natuurlijk bij de Q&A later. En dan wil ik ook graag direct alweer de volgende spreker gaan uitnodigen om tevoorschijn te komen. Dat is Merel Dierks van Dierenkliniek Dennenoord. En zij zal wat meer gaan vertellen, hè? Stel dat het misgaat, stel dat het niet de moeders er bijvoorbeeld overleven, of de moeders een veulen accepteren, zoals ik toevallig van jou zo net heb gehoord vanmorgen. Wat dan de opties zijn? Ga je gang, Merel. Ja, ik ga eventjes mijn... hallo allemaal, ik ben Merel Dierks, eigenaar en dierenarts bij Dierenkliniek Dennenoord. Wij hebben een gemengde praktijk, we doen veel paarden. En ik ben eigenlijk al vanaf jong meisje in de paarden en mee opgegroeid. Mijn passie, mijn werk, alles. En vooral de veulentjes. Deze presentatie gaat nu vooral over de moederloze veulens. Hè? Dus Iris heeft jullie heel mooi verteld waar je op moet letten met de geboorte. En ook heel duidelijk uitgelegd dat het eigenlijk zelden fout gaat. Maar als het fout gaat, gaat het vaak heel erg fout. En de kans dat de merrie komt te overlijden is ook heel groot. Hè? Dus, en wat kun je dan eigenlijk allemaal doen? Er zijn eigenlijk verschillende dingen waar je aan moet denken. Maar de prioriteit eigenlijk van alles is de gezondheid en ook de veiligheid van het veulentje. En zo'n merrie kan bijvoorbeeld na de bevalling zware koliek krijgen en zich constant laten vallen. Zorg dat veulen veilig staat. Hè. Neem het veulentje even uit de stal. En als je de dierenarts belt, dat de merrie niet bovenop het veulen gaat vallen. Een andere optie, dat noemen we moederloze veulens. Maar die veulentjes hebben misschien nog wel een mama. Maar die mama accepteert het veulen niet. Hè, dus die bijt het veulen, trapt het veulen. Die laat niet drinken. Zorg echt dat het veulentje veilig is. Want die merries vallen echt zonder pardon die veulens aan. En dat kan echt verkeerd aflopen. Dus zorg dat het veulentje veilig is. Dat is belangrijk. En als dan toch de merrie komt te overlijden, is prioriteit de biest.
Sommige veulentjes hebben nog een paar uur bij de merrie kunnen drinken, dus dat is heel fijn. Maar ook al is je merrie overleden, hoe moeilijk het ook is, zorg toch dat je die biest van die merrie afmelkt en dat je dat aan het veulentje geeft. De eerste uren van het veulentje, het liefste 2 à 3 liter. Een veulentje is pas geboren, de maagje is nog heel klein. Dus dat gaat maar 100, 150 milliliter per keer in het begin. En echt elk uur. Dus niet te veel melk ineens. Hè? Dus die fles omhoog en maar gieten. Dat moet je echt niet doen. Laat het veulentje zelf drinken. Heeft het veulentje geen zuigerflex na zo'n zware geboorte? Dat kan nooit. Zorg dan dat de dierenarts er is en dat hij met een slokdarmsonde zorgt dat die biest krijgt. Maar ook niet meer als 200 milliliter per keer via de sonde en elk uur het liefste. En dan zorg dat ze 2 à 3 liter binnenkrijgen. Wat wij altijd doen, ook bij de veulentjes die bij ons komen, is altijd een bloedtestje doen om te kijken of het veulentje voldoende antistoffen heeft gehad. Dus in die biest zitten antistoffen, die worden door de darmen opgenomen en die komen in de bloedbaan terecht. En dat is levensbelangrijk. Hè? Dat is de enige afweer die ze hebben als ze geboren worden. En heeft zo'n veulentje na de geboorte te weinig biest binnen gehad of te weinig plasma gehad, dan gaat hij dood na 14 dagen, want dan krijgt hij allerlei infecties, bloedvergiftiging, ontstoken gewrichten. En dan is eigenlijk alles voor niks. Dus die biest is prioriteit. Die bloedafname voor die antistoffen is ook echt heel belangrijk. En wij doen eigenlijk altijd, als we zien dat het zo net op de grens is, altijd een plasma-infuus. Better safe than sorry, dat je achteraf denkt van, had ik maar. En dan is het op zoek naar een pleegmerrie. Ja, dus een merrie die voor jouw veulentje kan zorgen. Kijk nou. Oh, dan ga ik te ver. En dan is eigenlijk de vraag die we ooit wel krijgen van, waarom eigenlijk een merrie? Je kunt ook gewoon een flesje geven, toch? Nou ja, dat kan. En poedermelk of merriemelk, wat je ergens kan krijgen. Vaak prima van kwaliteit, prima van samenstelling. Maar mensen onderschatten vaak dat zo'n veulen echt heel veel drinkt. En ook vooral heel vaak. De eerste dagen is dat echt elk uur, ook of om de anderhalf uur. En dat is ook 's nachts. Hè? Dus echt elk uur moet je dus uit je bed naar beneden, naar de stal, flesje maken, veulentje, flesje geven, flesje schoonmaken. En weer terug naar huis, weer naar je bed. En 3 kwartier tot 1 uur later gaat de wekker weer. Je kunt dat afwisselen met een paar mensen, maar het is echt heel veel werk. Hè? Mensen onderschatten dat vaak. Het is eigenlijk niet vol te houden. Meestal adviseren we dat zo na een dag of 5 of een week. Kun je wel naar om de 2 uur. En na 14 dagen ongeveer om de 3 uur 's nachts. Overdag niet, maar 's nachts wel. Maar ja, het is gekke werk eigenlijk. Maar met veel mensen en met echt heel veel uithoudingsvermogen kan het. Dus qua arbeid en qua poedermelk, dat is allemaal nog te overzien, maar de complicaties die we vaak zien zijn echt wel heel serieus. En dat heeft vaak te maken met het drinken uit de flesje. De melk kan te warm zijn, te waterig, juist te dik. De melk, sommige mensen maken meteen 2 liter aan en dan bederft die melk ooit in de zomer. Dus die veulentjes kunnen echt wel koliek of diarree krijgen. Maar wat we vaak zien is toch longontsteking door verslikking. Hè? Dan sta je daar midden in de nacht met geen heel helder hoofd meer. En die fles goed hoog, want dan drinkt die vlot. Ja, dan verslikt zo'n veulentje zich. En longontstekingen zien we veel. En die zijn vaak heel lastig te behandelen. Dat zijn echt hele serieuze longontstekingen met blijvende schade. En veulentjes hoesten niet altijd als ze zich verslikken. Dus dat is echt heel gevaarlijk. En we hebben ooit uitgerekend wat zo'n veulentje aan melk wegdrinkt. En dan moet je tellen toch tussen de 600 en de 800 euro. Afhankelijk van hoe snel zo'n veulen aan de brokjes gaat. En hoe lang je natuurlijk melk blijft geven. Maar die eerste 3 maanden moet dus op de melk blijven. En dan heb je toch ook nog de kosten erbij. Ik heb hier op de foto's wat ik heb laten zien linksbovenin is een veulentje die de fles krijgt. En dat is echt de maximale hoogte al die je aan mag houden. En als we echt flesveulens hebben omdat we nog te weinig merries klaar hebben staan of het is te snel gegaan, dan laten we ze ooit uit de speenemmer drinken. Dat is ook nog een optie. En eigenlijk de onderste 2 foto's zijn eigenlijk het grootste probleem. Dat komt in mijn volgende slide. En dat is hoe mensen met moedeloze veulens omgaan. Hè? Dus veulens mee in huis nemen. Dat geknuffel met die veulens is heel leuk, maar levensgevaarlijk.
Dus dat, dat is echt het grootste, de grootste reden om voor een pleegmerrie te kiezen. Zo'n veulentje is super sneu, super zielig. En als jij een flesje gaat geven, zo gauw je de stal in komt, springt dat veulen in je nek. Want jee, daar is mijn melk weer. En dat blijft hij doen, ook als hij dadelijk volwassen is. Hij associeert jou met eten en met als mama. En ze springen in je nek. Ze hebben nul respect, ze lopen hier gewoon over je heen. En elk veulentje wordt een keer volwassen. Dat wordt gewoon echt heel gevaarlijk. En de andere reden ook, wat we vaak terug horen van mensen, is dat die paarden, die veulentjes die met de fles grootgebracht zijn, die gaat als einde van het seizoen in de opfok, maar die kennen geen andere paarden. Die weten niet hoe ze zich moeten gedragen naar andere paarden toe. Dus die worden of helemaal in elkaar getimmerd, of ze slaan alle andere paarden in elkaar. En die maken geen vrienden vaak. Dus dat worden echt wel hele problematische paarden. En laten we met het zadelmak maken hetzelfde. Die hebben nul respect. Echt heel lastig. Dus ons advies is om zeker niet te gaan flessen. Ook al denk je van dat gaat me lukken. Dat zal ook wel. Maar voor het welzijn van het paard beter van niet. Hier zijn nog wat foto's van paarden die gewoon slecht communiceren met elkaar. Maar ook met de eigenaar. Gewoon in je nek springen voor een flesje. En ook zo'n veulentje alleen in stal. Dat is toch super zielig. Dat hoort niet. Die hoort bij je mama in een stal te liggen. En gewoon zorg en liefde te krijgen. Dat is echt heel belangrijk. Nou, hoe kom je nou aan zo'n pleegmerrie? Er zijn verschillende initiatieven. Tegenwoordig op Facebook. Vroeger was dat de Veulencentrale. En de Veulencentrale heeft nu een Facebookpagina. En daar bieden particulieren hun merrie aan. Dus mensen die een dood veulentje hebben gekregen. Of die een moeilijke verlossing hebben gehad. En het veulentje heeft het niet gered, maar de merrie wel. Dus dat is hartstikke nobel initiatief. Wordt ook heel veel gebruik van gemaakt. De voordelen van merrie van een particulier is vooral voor de merrie zelf, zeg maar. Ze heeft dan toch een veulentje om voor te zorgen. Die al die dracht gehad, eier is ontwikkeld. En heeft ze niks om voor te zorgen. Dus het is heel fijn als dat dan lukt. En soms ook bieden mensen kosteloze merrie aan. En zorgen ze goed voor jouw veulentje. En ooit vragen ze wel een bijdrage in de kosten natuurlijk. Een merrie die een veulen moet zogen. Dat er zijn veel meer kosten aan als een merrie die geen veulentje hoeft te dragen. Dus dat is een optie. Maar er zijn ook een paar nadelen van. Die merries hebben een veulentje verloren. Dus die hebben een geboorte gehad. Dat vruchtwater is vrijgekomen. Hebben vaak nog aan het veulentje mogen likken. En die hebben die geur van hun veulen in hun systeem zitten. En dan komt daar een ander veulentje. En ook al gooi je daar de nageboorte over, dat ruikt toch anders. En dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Dat zo'n merrie het niet accepteert en het veulen aanvalt. Dus heel goed in de gaten houden, heel goed begeleiden. Altijd zorgen dat er een dierenarts bij is als je dat wil gaan proberen. En eigenlijk wat je ook heel goed moet navragen bij die mensen, is waarom heeft die merrie de veulen verloren? Er zijn ook merries die een te vroeg geboren veulen krijgen. En dat kan rhino zijn. Dat kan ook ziekte van de merrie zijn. Dus een andere, gewoon influenza, hoge koorts of een baarmoederinfectie. En daar zet jij jouw pasgeboren kwetsbaar veulentje bij. Dus vraag goed na wat de reden is waarom die merrie haar veulen dood is gegaan. En soms, dan rij je naar de andere kant van het land voor een pleegmerrie en dan lukt het niet. En dan kun je weer terug. Dus daar veulen weer op de trailer en weer vertrekken. Dus het is ooit best een geleur met die veulens. En dat is niet altijd even prettig. En ook de particulieren die een merrie aanbieden, hebben graag dat de merrie aan huis blijft. Die moeten vaak weer opnieuw gedekt worden. Er moet weer een nieuw veulentje in. Dus je laat je veulen achter bij andere mensen. Dat zijn mensen die je vaak niet kent. Dus daar moet ook klikken. Het moet echt een klik zijn met die mensen. Ook de dierenarts die daar op stal komt, heb je daar vertrouwen in dat hij jouw veulen goed in de gaten houdt. We hebben ooit mensen gehad die dan toch bij ons kwamen, omdat de mensen van de pleegmerrie, de particulier, had prikkeldraad rond de wei of sloten rond de wei. En dat vonden ze spannend. Dus die hebben toch besloten, dat gaan we niet doen. En dan toch naar ons. En ook maak hele duidelijke afspraken met de eigenaar van die pleegmerrie. Ook als die pleegmerrie bij jou op stal mag staan. Wie is verantwoordelijk voor welke kosten? Wat als er iets gebeurt met het veulen? Wie is aansprakelijk? Verzekeringstechnisch, als je je merrie uitleent ook en die breekt ergens uit.
en die maakt schade, dan ben jij als merrie-eigenaar, ook al staat die bij iemand anders, daar ben jij verantwoordelijk voor. Dus dat moet je echt heel goed met elkaar bespreken. En dat zijn vaak dingen waar niet over nagedacht wordt en kan voor vervelende situaties zorgen. Maar voordeel, als het wel lukt, ja, bouw je vriendschappen op voor het leven met die mensen. Dus het is ook wel vaak heel mooi. Dus dit zijn de Facebookpagina's. De Veulencentrale is de grootste. En daar zitten de mensen achter die voorheen de Veulencentrale ook runden. Dan is er nog de pagina Veulencentrale, pleegmerrie of moederloze veulens. Er is ook nog veuleloze moeders en moederloze veulens. Er zijn verschillende Facebook-initiatieven. Dus als je interesse hebt, gewoon zoeken. Vaak is het dan ook, ze moeten ooit even wennen. Het kost ooit wat tijd. En uiteindelijk lukt het dan ooit wel. Dus ik schat de kans 60% misschien dat het lukt. En 40% dat niet lukt. Zeker als de dierenarts wat ervaring heeft, dan lukt dat ooit wel. Dus het is ooit wel de moeite. Wij noemen dat professionele pleegmerries. Dat zijn eigenlijk merries die houden wij speciaal voor dit doel. Dus die staan bij ons aan de kliniek. Dus die houden we heel het jaar door. En in het voorjaar starten wij met de behandeling om melk te laten geven. Dus die hebben zelf geen veulentje gehad. Maar wel ooit een veulen gehad. Wij willen alleen maar merries opnemen die bewezen moeder zijn, dus die lief zijn en die veel melk hebben. En waar mensen van zeggen van, nou, dat was zo'n lieve moeder. Dat zijn eigenlijk de merries die bij ons in het bestand mogen. En wij wekken die melk op met behulp van medicijnen. En heel veel met de hand melken. Dus dan stimuleren we het eier. En zo komt die melkproductie op gang. En dat kost veel tijd en dat kost veel werk. Maar ja, goed, dan geven ze melk en dan zijn ze er klaar voor. En omdat ze dus zelf geen veulen verloren hebben en niet die geur in hun neus hebben zitten, lukt het eigenlijk altijd. We hebben, ja, ik zeg geen 100%, maar in 99% van de gevallen accepteren ze het veulentje zonder moeite. Want ze hebben zelf geen veulen verloren. Dus dat is een heel groot voordeel. En ook hoe het bij ons gaat, is dat als de adoptie doen we altijd op de kliniek. We willen dat veulen in de gaten houden en de merrie. En dan meestal na een dag of 3, 4, dan zien we dat alles goed gaat. En dan mag de merrie met de veuleneigenaar mee naar huis. Dus je veulentje kan lekker thuis opgroeien. Je mag die merrie houden zoals je zelf gewend bent. Veel buiten of 's nachts binnen of in de groep of alleen. Dat kun je helemaal zelf bepalen zoals je het zelf gewend bent en hoe je het zelf prettig vindt. We hebben ongeveer 50 merries beschikbaar elk jaar. In de winter staan ze bij ons in grote groepen. We hebben 3 verschillende kuddes. De oudjes, die wat extra zorg nodig hebben, in een kleine groepje bij elkaar. En de wat jongere merries, lekker bij elkaar allemaal. We hebben inloopstallen. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed. We hebben mensen die daar in de winter voor zorgen en die bijvoeren. En dan in het voorjaar halen we ze 2 aan 2 naar de kliniek. En dan gaan we starten met de behandeling. En dan halen we zo eigenlijk de winterweides terug naar de kliniek. En op het moment dat er een merrie vertrekt, hebben we weer plek, halen we weer een nieuwe. Hier zie je een van mijn collega's die zijn merrie aan het melken. Dat doen we ongeveer 3 tot 5 keer per dag. Afhankelijk van hoeveel melk zo'n merrie al geeft. Dus hij begint met een paar straaltjes. En dan wordt elke dag een beetje meer. En dan soms hebben we echt 1,5 liter per keer. En dan een paar uur zit die eier weer vol en die worden dan wat vaker per dag gemolken. En soms begint net de productie op gang te komen. En als ze ongeveer 1,5 liter per keer geven, kan er een veulentje bij. Dat kan ook niet te vlug, want dan gaat die veulen heel de tijd aan dat eier zitten. En dan krijgt de eier niet de kans om goed te ontwikkelen. Dus die timing is best wel belangrijk. Wanneer zet je het veulen erbij? En dan we hebben in het topseizoen hebben we altijd een aantal merries klaarstaan. Dus mocht er iemand bellen, en die mensen bellen de hele dag door, 24-7, midden in de nacht. Ze mogen altijd bellen, we hebben altijd een dierenarts paraat. En mensen mogen ook altijd komen, meteen. Dus we screenen wel een beetje aan de telefoon als het een heel zwak veulentje is, om toch eerst de eerste zorg en de biest te geven. En als het veulen stabiel genoeg is en sterk genoeg is, dat hij de reis naar ons kan doorstaan, dan mogen ze komen. En dan zetten we bij een merrie van ons. En dan heeft het veulentje mama en de eigenaar heeft rust.
En wat we ook altijd beloven, dat het altijd lukt. We hebben echt wel ooit nieuwe merries die eventjes moeten nadenken. Of dat toch de klikker niet is. Dat kan natuurlijk altijd. Maar we hebben er meer. Dus dan pakken we gewoon een andere merrie. En dan pakken we voor die andere merrie een keer een ander veulentje. Dus mensen rijden nooit voor niks naar ons toe. Dus als je bij ons komt, krijg je mama. En een lieve. Ik heb hier een filmpje. Dit filmpje was van vanmorgen. Is ons eerste veulentje gekomen. Die merrie altijd accepteerde het veulentje niet. Die mensen hebben echt heel veel moeite gedaan om het toch te laten lukken. En uiteindelijk was het te gevaarlijk. Dus Marianne zal het filmpje even laten zien. Ja, mooi hè. Dat was Santana, onze pleegmerrie. En dat veulentje was 36 uur oud. Dus dat, en dan zie je ook, dat gaat zo snel. Die adopties duren bij ons geen 2 minuten. Dat is dus echt heel, zo gaat het eigenlijk altijd. Soms heeft het veulen nog nooit bij een merrie gedronken. En dan kost het wat meer tijd. Hè? Dan moeten we die echt leren uit de uier. En meestal laten we ze gewoon zelf zoeken. Maar we hebben pas rust als we weten dat veulentje goed gedronken heeft. Dus we helpen altijd wel een beetje. Na de adoptie blijven die veulentjes een paar dagen bij ons op de kliniek. Dan kunnen wij ook zien, geeft die merrie genoeg melk voor dat veulen? Moeten we nog een beetje bijsturen met de medicijnen? Maar eigenlijk vooral de zorg voor het veulen. Dus we doen die check voor die antistoffen van die veulens. Ze pakken altijd een beetje bloed. Indien nodig, we hebben altijd plasma voorradig, dus dan krijgen ze plasma. We hebben een volledige dierenkliniek met echo, röntgen, camera's in de stallen, 24/7 zorg. Ik woon zelf op de kliniek, dus we zijn altijd dichtbij. En alles gaat in overleg met de eigenaar. De eigenaren komen vaak van ver weg, dus het is heel belangrijk om goed te overleggen. Mensen mogen ook altijd komen als ze dichterbij wonen. En dan meestal na een dag of 3 tot 5, dan geven we een seintje van, goh, het gaat zo goed, kom ze allebei maar halen. En dan mag de merrie mee en het veulentje ook. En dan blijft die merrie daar zolang als die mensen nodig hebben. De ene speent op 4 maanden, de andere op 7. Ieder doet het zoals ze zelf willen. En dan zien we in het najaar de meeste merries terug. We hebben nou nog een paar die nog steeds bij een veulentje staan. Maar ze komen gelukkig altijd terug naar ons. Dus dat is heel fijn. Wat het grote voordeel bij ons is eigenlijk, er hangt geen echte eigenaar aan het merrie vast. Ja, wij dan. En een vorige eigenaar. Hè, de mensen waarvan wij de merrie overgenomen hebben. Maar we hebben hele duidelijke afspraken. Hè. Dus je hebt echt een soort leasecontract waar het heel duidelijk in staat van, dit zijn de afspraken. Je betaalt een bedrag voor die merrie bij ons. En een beetje voor de zorg voor het veulentje. Die merrie is bij jullie. Je mag ze huisvesten zoals je wil. Voeren zoals je wil. Onze merries zijn daar allemaal op geselecteerd. Die kunnen Het zijn geen merries met een moeilijk verhaal. Dus dat is gewoon heel prettig en heel helder en heel duidelijk. Hè? Ook over de kosten, over de hoefsmid en wat als zo'n merrie ziek wordt. En daar hebben we hele duidelijke afspraken over en dat geeft rust. Dat is voor iedereen, voor alle partijen gewoon heel duidelijk. En dat wordt heel erg gewaardeerd.
En niet dat je achteraf nog een hoop gedoe krijgt over kosten of zo. Dat is echt wel belangrijk om dat goed te regelen. Mensen hebben al zat aan zijn hoofd. En dan krijgen we heel veel films en foto's vaak. Dat is echt heel fijn om daar op te volgen hoe het met die veulentjes gaat en zo. Dus dat is echt heel fijn om te zien. En dan in het najaar, dan begint voor ons het zware werk weer. Want er komen al de merries terug. En dan krijgen ze allemaal nog een VIP-treatment. Dan mogen ze door de spa. En dan de tandjes worden gedaan. De hoefsmid kijkt ze nog eventjes na. We doen bij de oudere merries vaak nog even een bloedonderzoek en een mestonderzoek. Ze worden allemaal netjes ontwormd. En dan mogen ze terug naar de kudde. Ja, dus dit is allemaal bij ons op de kliniek. Met Vicky met haar veulentje. En hier nog wat foto's van adopties. Ja, hartstikke leuk. Vragen mag je stellen in de chat. Ik zal daar ook wel horen welke vragen er nog zijn, Marjan. Yes, dankjewel Merel in ieder geval voor je heel interessante verhaal. Ik denk ook heel waardevol om ook hiermee bekend te zijn. Hè. Stel dat het fout gaat, we willen het niet. Maar ken je opties en weet wat er in ieder geval mogelijk is. Ja. Ook hier stroomde de chat weer behoorlijk vol. We hebben al meer dan 200 vragen gekregen, gewoon over dit hele webinar. Dus dit zullen we ook allemaal niet kunnen beantwoorden, maar we gaan ons best doen in ieder geval. En één vraag die eigenlijk al best wel vaak naar voren kwam. Hoeveel kost een pleegmerrie nou eigenlijk? Onze merries die geven wij niet gratis weg. Eigenlijk vooral omdat alle merries die wij hebben, die hebben eigenlijk allemaal een verhaal. Dat zijn merries die zijn geblesseerd, sportpaar, ex-sportpaarden of ex-fokmerries. Die eigenlijk niet meer een gebruiksdoel hebben voor de vorige eigenaar. Maar die zo lief zijn eigenlijk of zoveel emotionele waarde dat die mensen daar geen afscheid van willen nemen. Dus wij nemen die merries over. Daar betalen we eigenlijk niks voor. Maar we hebben wel de zorg voor die merries. Dus heel de winter, de dure periode, staan die merries bij ons. Dus die moeten eten, die moeten drinken. Wij huren daar in een paardenrusthuis plek voor. En we hebben daar een veehouder bereid gevonden om voor onze paarden te zorgen. Die doen dat niet gratis. Dus die merries staan bij ons eigenlijk voor de vorige eigenaar gratis in een pensioen. En die kosten die moeten die merries zelf dragen. De behandeling om die melk te laten geven is ook niet heel erg goedkoop. En we hebben er natuurlijk zelf veel arbeid mee om die te melken en voor die adopties 's nachts en zo. Dus het kost ongeveer 2500 euro ex BTW. Dus dan zit je in de BTW toch aan 2800 euro. En dan, dat is één bedrag. Dus of je die merrie nou 3 maanden hebt of 5 maanden of 8 maanden. Het is gewoon dat is eigenlijk een soort vaste prijs. En wat mensen ook wel moeten beseffen, dat als dan een veulentje komt, en we hebben ook wel ooit dat ze dan bij ons komen en dat veulen is echt heel erg verzwakt. Ja, de zorg voor het veulen, de medische zorg voor het veulen komt daar dan ooit nog bij. En voor ons de mooiste adopties zijn als er een springend happy veulentje, zoals in het filmpje van de trailer komt, en die mag na 3 dagen naar huis en dan is het alleen de kosten voor de merrie. Dus het is een boel geld, maar ze moeten zichzelf onderhouden. Dus dat... hangt de prijskaartje aan, helaas. Ja, ik denk inderdaad een heel duidelijk verhaal. En we weten allemaal, paarden houden kost geld. En als je dan toch op zo'n mooie manier weer kunt oplossen en je veulentje wordt dan op een gegeven moment afgespeend en je hebt er straks een fijn paard aan, dan... Dat is dubbel en dwars waard, ja. Ja, daarom. En dan was er nog een andere vraag. Kun je dit ook doen met je eigen merries? Je hebt het over jullie merries die daar staan en die jij dan behandelt. Zou je dat ook kunnen doen met je eigen merrie? Jazeker, dat kan. Ja, want onze merries zijn ook gewoon paarden. De voorwaarde is wel dat ze ooit een veulen gehad moet hebben. Hè. Dus ze moet weten wat een veulen is. Hè. Anders lukt die adoptie natuurlijk niet. Want ze heeft geen bevalling en heel dat traject daarvoor anders niet gehad. En je krijgt geen melk in een eier als ze niet ooit een keer volle lactatie hebben gedraaid. Dus dat lukt niet. Je kunt niet die eier opnieuw aanzetten. Dus je moet wel zeker weten dat de merrie ooit een veulen gehad heeft. En dat ze dat ook goed grootgebracht heeft. En je moet tellen, dat kost ongeveer 2 weken, soms wel 3 weken, soms 4 weken tijd om goede melkproductie te krijgen. Dus je kunt, als je op dat moment staat met een moedeloos veulen en je zou zelf een merrie gaan klaarmaken daarvoor, tel dat je toch 2-3 weken zeker met de fles aan de gang moet. En dan hopen dat het lukt. Hè? Dus wij hebben natuurlijk, dit doen wij al jaren. Wij zien meteen dit lukt of dit lukt niet en we weten hoe we het moeten doen.
Dus dat lukt altijd, maar we horen wel toch regelmatig van mensen die dat toch ook gaan proberen en dat het dan net niet lukt en dat is jammer. Maar het is zeker de moeite om te proberen, ja. Oké, okay. Ook helder denk ik. En als je Mary thuis hebt, dan zal dat natuurlijk ook wel begeleiding van een dierenarts natuurlijk kosten. Hè? Wat je ja, die medicijnen moet je hebben. En je moet toch ook weten hoe of wat. En met dierenarts heeft hij vaak niet voorradig. Dus je moet die ook nog bestellen. Je verliest weer een paar dagen en zo. Dus ja, al met al, hè, in de coronatijd deden heel veel mensen zelf flessen. Waren ze thuis. Maar als jij gewoon moet werken of hè, je gaat met je paarden op concours of wedstrijden, is bijna niet te doen. Want je moet al die tijd je veulentje wel om de anderhalf uur flessen. Ja. Dat heel intensief. Dat, ja. Dan zijn 2-3 weken duren heel lang dan. Ja. Nou, ja, heel mooi dat jullie dat in ieder geval wel doen en de medis daar klaar hebben staan. Hè, voor het geval dat het in ieder geval nodig is. Ja. Ja. Nou, dankjewel Merel. Dankjewel voor je presentatie. Ja. We verwachten je ook straks nog eventjes weer terug bij het Q&A-uurtje in ieder geval. Ja, ben maar, erbij. Maar we gaan nu ook nog eventjes wat anders belangrijks doen. We gaan namelijk de winnaar van de Bird Alarm bekendmaken. En ik heb op de achtergrond gezien dat er enorm veel reactie is geweest. Er zijn bijna 400 mensen geweest die allemaal kans willen maken op de Bird Alarm. En er gaat er maar één de winnaar zijn. Dus wat ik nu ga proberen, ik ga de presentatie even uitzetten. En ik ga mijn scherm delen waarin ik de loodjes heb neergezet. En die zien jullie nu verschijnen. En dan zien jullie hier de namen die meedoen. Dan ga ik één keer draaien. En dan is dit de naam die uiteindelijk gewonnen heeft. Ik weet niet heel goed hoe ik dit moet uitspreken. Met Guthrier. Ik heb mijn best gedaan. Jouw prijs komt naar jou toe. We hebben je e-mailadres hebben we genoteerd. En via dat e-mailadres zullen wij ook contact met je opnemen. En dan zullen we zorgen dat de prijs bij jou aankomt in ieder geval. Van harte gefeliciteerd. En iedereen die heeft meegedaan met de winactie, maar niet heeft gewonnen. Bird Alarm heeft verschillende dealers door heel Nederland, waar je dus ook gewoon je eigen Bird Alarm kunt aanschaffen. En dan zijn we nu ook aan het einde gekomen eigenlijk van de presentaties en eigenlijk bij het begin van de echte Q&A. Ik zie dat er nog steeds heel veel vragen worden gesteld, waarvoor enorm veel dank. Door de hele vele vragen en ja, eigenlijk gebrek aan tijd, om het zo maar te zeggen, zal ik nu alle sprekers er nog even bij halen om de vragen ook weer te kunnen beantwoorden. Mocht jouw vraag nog niet beantwoord zijn en je wilt hem heel erg graag beantwoord hebben, wacht dan heel eventjes. Straks in onze aftermailing zullen we ook nog een paar vragen meenemen met de antwoorden daarop. En mocht je vraag dan nog niet beantwoord zijn, ja, stuur ons dan eventjes een mailtje. En wij zullen ons best doen dat die bij de sprekers terechtkomt en dat je vragen beantwoord zal worden. Ja, even kijken, wat ga ik vragen? Ik heb hier een vraag voor Merel. Hoe lang moet je het moeder en veulen in de gaten houden en na hoeveel tijd kunnen ze het nog afstoten of niet accepteren? Een vraag van Monique. Goh, dat is een hele lastige. Eigenlijk zijn die eerste 2-3 uur eigenlijk prioriteit om te kijken hoe het gaat. Dus meestal zie je echt hoe die merrie reageert. En als dat veulen, waar ik altijd een beetje denken als ze zo, in ieder geval hoe wij het met onze merries, dat gaat dan met, of meteen goed of niet goed. Als het goed gaat, dan willen we eigenlijk dat veulen even gelegen heeft, opstaat, naar die merrie toe loopt en weer gaat drinken. En als dat goed gaat, is het vaak goed. Mm-hmm. We zien eigenlijk zeer zelden dat het pas na een dag of na 2 dagen ineens niet meer gaat. Als dat wel zo is, dan is er vaak een reden voor. Hè? Dus dan zou ik zeker de dierenarts bellen. Het kan zijn dat uier zeer doet, hè? Dat er uierontsteking op de loer ligt of dat die merrie niet fit is. Dus dan moet je altijd even de dierenarts de merrie goed na laten kijken. Ja. Maar eigenlijk zijn die eerste, ja, ik denk eerste 6 uur, als het dan goed gaat, dan is het vaak goed. Dan geloof ik niet dat het nog fout gaat, niet makkelijk fout gaat. Ja, duidelijk. En Frederik, dan heb ik nog een vraagje voor jou over de Bird Alarms. Er is met name een vraag hoe dat werkt met wifi of ja, hoe die verbinding eigenlijk is. Of de wifi voor nodig is of dat het ook op een andere manier kan. Nee, de Premium Plus die heeft verbinding via het 4G-netwerk. Alle Bird Alarms hebben verbinding via het 4G-netwerk. Dus er is geen wifi-verbinding nodig in de stal. En dit gebeurt gewoon via het mobiele netwerk, wordt de verbinding gezocht. Dus daar hoeven mensen zich geen zorgen over. Oké, okay. En dan is er nog een vraag voor jou, Frederik. Worden er ook Bird Alarms verhuurd? Ja, zeker worden de Bird Alarms verhuurd. In,
Als je op Marktplaats zoekt of op Google intikt beurtelaam verhuur, vind je heel veel bedrijven die een beurtelaam verhuren. En dit is voor sommige mensen die hem voor één keer nodig hebben zeker een uitkomst. En het werkt ook zeker goed. Ja, heel handig inderdaad, voordat je een hele grote investering maakt, dat je hem hebt. Als je maar één veulentje krijgt die in een keer fokt, dat je ook daarbij terecht kunt in ieder geval. Heb ik een vraag voor jou, Iris. Ik werk eventjes mooi de volgorde af zo. Is het noodzakelijk om poedermelk in huis te halen voor de geboorte? Als bijvoorbeeld een veulen niet bij de moeder mag drinken of iets dergelijks. Ja, dat is meteen een hele moeilijke vraag. Want er zijn verschillende dingen met poedermelk. Zeg maar, als je veulentje echt te weinig biest binnenkrijgt, dan willen we het liefste dat je merriebiest geeft of dat er plasma gegeven wordt. Want als je het met echte poederbiest op moet lossen, zeg maar, dat antistoffentekort, is dat vaak heel lastig. En als je daarna nog plasma wil geven, plasma zijn dus antistoffen uit het bloed van een ander paard, heb je meer kans op een reactie, zeg maar, tegen elkaar in. Dus een allergische reactie. Dus dan willen we eigenlijk liever dat het niet gegeven is. Dus het is altijd een beetje een afweging van ga je een klein beetje aanvullen met poedermelk, dan kan het vaak wel. Maar als je veulentje echt helemaal geen biest binnenkrijgt op die manier, omdat de merrie helemaal niet laat drinken of geen biest heeft, dan doen we het eigenlijk liever niet. Dus een beetje een moeilijke vraag. Ja, kan ik me voorstellen. Maar het is dus altijd handig om wel eventueel in de buurt te hebben, hè, mocht het nodig zijn. Ja, en vaak kan je het bij je dierenarts ook gewoon ophalen als het echt nodig is of spoed is. Maar ja, als je het hebt, dan heb je het in ieder geval. Dus dan weet je zeker dat als je het nodig hebt, dat je het in de buurt hebt. Ja, ja, helder in ieder geval. Frederik, dan nog een vraag voor jou over de beurtalarm. Kan die ook in de wei gebruikt worden? Ja, doordat als je de mobiele versies hebt, ook de classic, als je genoeg bereik hebt, kun je hem zeker in de wei gebruiken. En daar zijn de mobiele versies ook zeker geschikt voor. En persoonlijk gebruiken wij ze ook altijd in de wei. Oké, en dan is er nog een hele praktische vraag. Doe je de beurtalarm ook af tijdens de bevalling of laat je hem zitten? Ja, als je hem af kunt doen, doe je hem af. En anders laat je hem, hangt er ook een beetje vanaf. Als je hem met halsstrip hebt, kan ik me voorstellen dat hij sowieso niet in de weg zit. Heb je hem om de buik en ja, dan kun je hem afdoen, kun je hem ook laten zitten. Dus persoonlijk. Ja, ja. Dan heb ik nog een vraagje voor jou, Iris. Hoe weet je dat een merrie voldoende vitamines binnenkrijgt? Hè? Dus om je merrie voor te bereiden voor het veulenen, zei je dat het heel belangrijk was dat die genoeg vitamine en mineralen binnenkrijgt. Hoe weet je dat? Moet je ervoor een bloedtest afnemen? Zijn er andere mogelijkheden dat je zoiets kunt weten? Ja, je hoeft geen bloedtest af te nemen. Wat heel belangrijk is, en ik vind eigenlijk dat het belangrijk is voor elk paard, dat je laat berekenen wat er eigenlijk in je merrie gaat. Dus of er voldoende vitamine en mineralen ingaan. Want je kunt niet, ik kan nu wel zeggen, oh, je moet dit supplement gebruiken, maar het is helemaal afhankelijk van de rest van je voer. Het is afhankelijk van je ruwvoer, het is afhankelijk van wat je daarbij voert, of je brok voert, of dat je al een balancer of zo erbij doet. Dus dat is natuurlijk super belangrijk. Dus daarom zou ik je aanraden om het te laten berekenen. Ik doe dat ook in online voedingsconsulten. Bereken ik gewoon precies van, ja, dat moet je erbij doen tot 8 maanden drag bijvoorbeeld. En daarna moet je het zover op gaan hogen en dan zit je goed. Dat is het belangrijkste, dat er dus inderdaad voldoende ingaat. Ja, ja, duidelijk. Dus goed om te monitoren en daar zijn dus verschillende manieren voor. Dan heb ik nog 2 vragen voor jou, Merel, voordat ik het webinar officieel ga afsluiten. Want dan komen we echt aan de tijd die we ervoor hadden gepland. Zijn er professionele pleegmerries in verschillende maten? Dus bijvoorbeeld E-ponies, D-ponies, C-ponies en grote paarden? Of hoe moeten we dat zien? Ja, we hebben van alles wat. We hebben, ons kleinste is Amira. En Amira is een dravertje van E50. En dat is wel de kleinste. En Whisper is ook niet heel groot. Ferreira is heel groot, Hilly is heel groot. We hebben echt wel ook merries van 1,80. Dus we zitten wel, we hebben eigenlijk alle maten. Ponies hebben we in principe niet, maar ja, we hebben dan een paar kleine, kleinere paarden. Maar we kunnen er eigenlijk niet van tevoren weten. Hè? We weten niet welk veulentje er komt. We vragen wel ooit, hè, als we een grote en een kleine hebben staan, pleegmerries. En mensen bellen, dan vragen we wel van, goh, hè, hoe als de moeder zelf, als is de grootveulen of kleinveulentje, kunnen we een beetje alvast een keuze maken. Maar we hebben ook, bij Pirouetje is 1,73, oh, mijn sensor gaat, die is 1,73 en die heeft een Arabieren veulentje grootgebracht. Dat was echt heel koddig, zo'n klein dingetje erbij. Maar we hebben ook, Samantha is niet heel groot en die heeft een trekpaardveulen grootgebracht, dus
in principe match je het al gauw, hoor. Oké. Ja, en dan heb ik nog één laatste vraag voor jou. Hoe melk je de merries? Gewoon met de hand. Dus we hebben hele krachtige onderarmen en handen op het einde van het seizoen. We hebben wel geprobeerd een keer met zo'n geitenmelkmachine. Maar weet je, in het drukke seizoen, we starten die merries op. En op het moment dat ze melk geven, hebben ze een veulentje. En als je een melkmachientje, ja, dan moeten ze toch al best wel wat melk geven. En ze moeten daaraan wennen. En wij zijn zo handig met de hand, dat gaat eigenlijk net zo vlug. Dus gewoon met de hand. Op de ouderwetse manier. Ja. En dan heb ik nog één laatste bonusvraag, omdat er zoveel vragen binnenkomen. En dit is dan ook echt de allerlaatste vraag die we zullen behandelen in dit webinar. Die ga ik stellen aan Iris. Het werd mij geadviseerd om hooi af te schermen voor het veulen. Klopt dit? Je stelt wel echt allemaal moeilijke vragen. Ja. Ik kies er speciaal voor je uit, ja. Nou, ik doe het nooit. Ik heb wel van die mini Shetland veulentjes gehad, die dan te vroeg mee gingen peuzelen. En daar, die lieten we wel niet mee eten, zeg maar. Gewoon omdat die al dingen gingen eten wat ze niet konden. En dan kregen ze een slokdarmverstopping. Mm-hmm. Dus als je daar echt bang voor bent, dan zou ik dat doen. Maar je wil eigenlijk dat je veulen echt, ja, nou, na een week al begint mee te peuzelen. Omdat die darmen daar ook op moeten gaan wennen, zeg maar. Dus ik weet niet waarom ze dit advies kregen. Maar ja, ik laat het er altijd wel gewoon bij. Duidelijk. Ik wil jullie enorm bedanken, Merel, Frederik en Iris, voor jullie bijdrage in het webinar en het beantwoorden van de vragen. Zoals gezegd zullen we ook nog een paar vragen meenemen in de aftermailing. En als er dan nog steeds vragen zijn, dan zullen we ze via de mail proberen te beantwoorden. Heel erg bedankt in ieder geval voor jullie bijdrage. Graag gedaan. Hè, zoals ik inderdaad al zei bij de Q&A, is jouw vraag nog niet beantwoord? Stuur hem dan gewoon naar info@annie-mal.com. En dan zorgen wij dat het bij de sprekers terechtkomt en dat je alsnog antwoord zult ontvangen. Zoals we ook al begonnen en zoals ik hem ook gebruik, zoals jullie hier op het scherm zien. Animal is de gratis app en de gratis tool om dus alles bij te houden over je veulen. Wanneer je moet ontwormen, maar bijvoorbeeld ook zoals Iris al aangaf in het begin, de draagtijd van je merrie kun je er heel mooi in bijhouden. Hè, draag je merrie vaak over, niet? Hoe is de bevalling vorig jaar ook alweer verlopen? Dat kun je eigenlijk allemaal terugvinden in de app. Vergeet ons ook vooral niet te volgen op de socials via Insta, Facebook of TikTok. En dan wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor jullie aanwezigheid bij het webinar. Verdere vragen dus naar de e-mail. En als ik het webinar stop, dan zal er een evaluatieformulier zijn. En ik zou het heel fijn vinden als jullie die eventjes willen invullen, zodat we jullie ook in de toekomst nog weer van hele interessante onderwerpen kunnen voorzien. Dank jullie wel voor het kijken!